Begin met opnemen, man. We doen nu gewoon een intro. Doen we nu onze intro? Schatje, ik ben thuis! Zo goed, toch? Ja. Ja, het ging wel goed, ja. Onze vorige Minecraft Survival serie is gestopt. We hebben dit niet echt uitgelegd, maar dit is in ieder geval een nieuwe serie. Onze vorige map, ik betaalde zeg maar mijn 1.50 server niet op tijd. Of mijn 1,50 euro server. En die hebben ze verwijderd. Daar komt het op neer. Het spijt me. Maar we beginnen nu opnieuw. Dit is een server die niet van ons is. Dus het kan zijn dat alles weer misgaat. Maar in ieder geval, we kunnen wel andere mensen uitnodigen dan. Peter, ben jullie kwijt? Peter! Ze willen wel gewoon echt een main tool gewoon deze serie doen. Gewoon echt dat we progress maken of gaan we weer gewoon echt rondkloten. Het gaat uiteindelijk om neer dat jullie gaan rondkloten en dat ik weer dingen ga bouwen. Ja, is goed. Maar ik hoop wel echt gewoon dat we het dit jaar afkrijgen. Want die vorige serie waren 11 afleveringen in 1,5 jaar of zo. Op zich, hoe vaak... Ah! Ik haat dit. Tim, ik ben jou ook kwijt, man. We gaan gewoon richting het zuiden. Ja, ik weet niet meer wat het zuiden is. Waar ben je... Oh my god. Ik ben een kant opgelopen. Waarom? Ja, jullie kunnen helemaal niet meer naar het zuiden toe. Die man is volledig weg. Je ook niet ter payens. Echt gewoon niks. Nee, volgens mij niet. Fuck. Jongens. Maar hoe vaak per week willen we dit doen? 1 keer of zo. Gewoon 1 keer per week? Ik ben niet van plan dat ik jullie nog ga vinden, eerlijk gezegd. Maar anders moeten we even iets van een sloppenwijkhuisje maken. Dus nu moeten we zo Jury even ophalen of zo. Ja, dat gaan we ook doen. Maar we moeten even een sloppenwijkhuisje maken ergens. Ja, maar kijk, nu gaat Jury de hele aflevering zeiken omdat hij er niet bij is. Oh, god. Oh, nee. Zielig joch is het ook. Jullie is rustig geworden, maar dat helpt niet. Ja! Heb je enig idee hoe lang deze aflevering heeft geduurd? Ja. Hoe lang? 10 minuten. We zijn 10 minuten gaan lopen en Yuri is bij de spawn. Ja, is hier. Tim, ik ben nu op het randje van een woestijn, normaal bos en jungle. Oké, daar gaan we dan wonen. Nou, hebben jullie nog wat leuks te vertellen? In die tijd dat we geen Minecraft Survival hebben. Ja, ik heb een paar keer een aanvalgas nodig. Oh ja, leg het even uit. Ik had een of andere vage psychologe van niet meer zeker wist wie ik was en waar ik was. Wow. Ja. Maar je zei dat het dus door je medicijnen kwam? Ik dacht dat het door mijn pillen kwam. Maar wat is het nu? Ja, dat blijkt niet zo te zijn. Of zo. Dus dat zeiden ze tegen mij en ik eerst loopte ik het niet, maar ik kan niet veel andere dingen doen. En nu wordt mijn bloed onderzocht. Maar... What the fuck? Je was wel random gestopt met je pillen, toch? Ja, klopt. Ja, maar dat was het niet. Ja, dat zeggen zij, maar ik geloof er helemaal nog geen kut meer van bij hun. Vertrouw ze nou niet, Jury. Peter heeft nou niet nog meer vertrouwensproblemen. Ja. Ik heb niet de hele tijd een constant gevoel van stress en van angst, zeg maar. Oh god. Maar ik denk dus serieus dat het Peter, komt ik omdat... Zie je achter... Zeg maar, sinds Zee, we... Ja, sinds we die video maakten dat Zayn wegging bij One Direction, toen werd hij weer aan herinnerd en ik denk dat serieus toen het weer begonnen is bij je. Ik denk het ook eigenlijk. En hoe is het nou met die muizen juist afgelopen ofzo? Ja, ze gaan niet allemaal langzaam dood. Oh shit. Oh ja, je had ze gif gegeven ofzo, toch? Ja, toch. Nee, voor de mensen die niet die video hebben gezien, Jury heeft zeg maar, had allemaal muizen ineens in zijn kamer en shit, die een bakker hielden. Hij heeft ze nu gif gegeven. Hoe gingen ze dood ook weer? Als ze het eten, dan wordt het, zeg maar, het voedsel wordt groter in de maag. Het is groter dat de maag scheurt. Dan raken ze in paniek en hebben ze heel veel pijn. En dan soms raken ze zorgen in paniek dat ze niet weten wat ze moeten doen. En dan gaan ze maar nog meer eten ervan. Dit is zo intens, man. What the fuck? Oh my god. Dat is wel fijn om te weten. Dit is zo boos op ons. Ja, we zijn er dus ook achter gekomen dat Minecraft... iets te maken heeft met Tumblr of zo. Het is echt heel vreemd. Dus op die site vonden we dat Tumblr erachter zit. Overal. Dat staat ook heel sneaky in het zwart of zo. Gewoon dat je het nauwelijks kan lezen. Maar nu weten we dus dat het gewoon altijd al
door Tumblr gewoon gesproken. Jongens, serieus, dat was het denkproces van laten we ons het ding zo ver mogelijk van de spawn afmaken. Ik snap dat je dan geen mensen hebt, maar dan heb je ook, heb je ook last van dat je, als we doodgaan, dat we niet meer terug kunnen vinden. Ja, maar we kunnen een bed maken en dan worden we gespawnd hier. Oh, dat is oh ja, dat is wel waar. Dat denken we. Het duurde heel lang voordat je het gewoon. Nee, ik was even afgeleid door iets toen pas verwerkt die wat je zei. Dat gaat goed. Mijn X-positie is niet oké. Okay, alleen mijn Z-positie moet ik niet de hele tijd. Dat is fucking hell, man. Ja, het probleem dat we nu hebben. Eigenlijk het eerste dat we moeten doen is een schaap vinden. Ja, dat is inderdaad wel even een dingetje. Maar ons kennen gaat een van ons alweer dood. En dan ja, wel, het komt goed. Peter, heb het vertrouwen in ons. Oké, als ik nu straks dood ga, dan ga ik terugblikken op dit moment. Ja. Auto restart in 10 minutes. Ren, Yuri, ren! Jongens! Ga snel, Yuri, alsjeblieft. Oh nee, wat nou als het reset en we staan weer bij spawn automatisch? Ik hoop het zo erg. Gebeurt het want bij alle professionele Minecraft spelers? Tuurlijk. Nee, maar ja? Alleen wij kunnen dit niet, man. Serieus. De enige serie die we echt legit hebben afgemaakt is die van mij en Tim dan. En daar hebben we echt een jaar over gedaan. Waarom ging dat zo goed? Wat deden we anders? Yuri. Oh ja. Hé, hey, het wordt nacht, Yuri, schiet alsjeblieft. Ja, ik ben nog ruim. Oh, ik heb een schaap gevonden! Ik ben niet gewoon als dood omdat ik er eten heb. En dan ga ik straks. Dan is dat een skeletje en die schiet met één pijl in mijn hoofd. Waarom zijn jullie zo ver? Wat is dit denkproces? Het is prachtig. Oké, ik ben eigenlijk een keer nuttig bezig ook. Ja, waarom? Wat doe je nou? Sorry, ik stop alweer. Oh, nee, maar deze man heeft ook nog een half hartje. Dan komt echt die stress erop. Nee, ik kan het niet. Je hebt eten toch? Je hebt eten voor hem. Schiet op! Ga ervoor. Ik heb een deur bij me, mocht er wat gebeuren. Ja, gelukkig. Dan doe het. Dan durf ik het wel. Probeer je op de 411 lijn te blijven van X, dan doe ik het ook. Ja, is goed. We zijn close, man. Oh mijn god. Eten! Hey, deze buren van het is ook gewoon niet gezond, want waarschijnlijk heb ik dat met hormonen zijn gewoon opgefokt. Dus iets met een van mijn waarschijnlijk iets met een van mijn organen die hormonen aanmaakt die gewoon opgefokt is, waardoor ik meer stress heb dan het hoort. En oh, dat helpt niet! Kan dat niet legit door die medicijnen komen? Ja, volgens mij ook. Dat heeft ook allemaal met elkaar te maken, maar... Ja, niet. Oh shit! Ja, jongen! Extra opfokken gewoon! Yuri! Het had een creeper naast me! Yuri! Oh god, er staat er nog één! Ik zie een handbordje! Yuri! Terug! Geef me eten, geef me eten! Ik gooi de eten, hier! Pas nou op man, die creeper staat fucking hier! Oh shit! Oké, volg me. We gaan naar het huis en dan sluiten we het af. Is goed. Wat een chaos is dit, man. Ik zie je, creeper! Nou thuis. Breng Yuri nou thuis, Peter. Het is rustig, man. Oh shit! Gaat het? Ja, dat is maar één handje, gelukkig. Yuri, het is hier. Ja? Het is hier. Ik ben er bijna. Het is jullie naambord, dus jullie zijn er echt bijna. Het wat? Is hier, man. Deze komt er een wilde creeper aangelopen. Die... Ga van je dak naar binnen. Welkom, Bach. Ah, je lukt me niet. Waarom praat Gandalf hier nou? Er is een fucking deur hier. Oh, hij wil het ook de coole manier doen. Slapen, nu. Waarom praat je NPC's tegen elkaar? Gaan we een dak van glas doen? Of gewoon een knusdakje? We gaan zo meteen even een knusdokje maken. Is prachtig. Ja, als leeg ook kan niet meer. Oké. Moeten we nog een... Ik zat te denken, misschien moeten we voor deze serie gewoon echt een... sitcom intro hebben. Ja, oké. Dat nog maken. Ja. Een sitcom intro maken hierbij. Schatje, ik ben thuis!